2021, het jaar van de vrijwilliger. En 7 december, de dag van de vrijwilliger. Een dag die we niet voorbij willen laten gaan als regionaal archief Rivierenland. Ik ben Mint Poldervaart en ik ben coördinator van de vrijwilligers. En vandaag willen we een van onze vrijwilligers aan je voorstellen. We kunnen namelijk vanuit het archief niet zonder vrijwilligers. Een hele grote groep mensen is dan ook dagelijks bezig met het indexeren van archieven, het beschrijven van foto's, het inscannen, noem maar op, eigenlijk alles wat het archief te bieden heeft. Daar zijn vrijwilligers werkzaam. Vandaag willen we aan je voorstellen Gerrit Overdijk. Hij heeft een enorme staat van dienst als vrijwilliger. Ik ben Gerrit Overdijk, 69 jaar oud. Ik woon in Tiel. Heb hier jarenlang in het onderwijs gewerkt, in het VMBO. En daarna ben ik leerlingen gaan begeleiden die uitgevallen waren in het onderwijs. En sinds 4 jaar ben ik met pensioen. Ja, waarom doe je vrijwilligerswerk? Ik was al gewend vrijwilligerswerk te doen. Ik zing bij 2 koren, ik heb in het bestuur van die koren gezeten. Ik ben eindredacteur van het kerkblad van de Dominicuskerk. En ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Bij scouting ben ik betrokken, jarenlang leiding geweest en tegenwoordig voorzitter. Dus eigenlijk hoort het gewoon een beetje bij vrijwilligerswerk doen. Eerst naast mijn werk en nu heb ik wat meer tijd, dus heb ik wat meer dingen aan kunnen pakken. Bij het regionale archief heb ik mij met verschillende dingen bezig gehouden. Ik heb allerlei foto's in de kaart gebracht, bijvoorbeeld van de familie Litte Jeuden. Het was heel interessant, want ik kende die naam alleen van de straat aan bordjes. En daar kom je van alles tegen, maar ook persfoto's heb ik beschreven van de afgelopen jaren. Ik heb de borduurpatronen, die heel beroemd blijken te zijn, weer geordend en gekeken wat er allemaal ontbrak. Heel aardig is er ook waar ik nu mee bezig ben, die geboorteactes van de gemeente Herwijnen. Vanaf eigenlijk het begin van de invoering van de burgerlijke stand, dus dan ben je zo 1811, 1812. En dan zie je dat die eerste actes dan nog gaan over de periode dat Nederland nog Frans gebied is. De actes waren wel in het Nederlands overigens. En dan zie je dat later overgaan in het Koninkrijk, maar ook in een tijd dat er eigenlijk niks is. Dan zie je dus dat het woord departement van de Boven-IJssel, geloof ik, dat het was hier, ik weet niet meer precies, dat verdwijnt. En dan wordt het opeens provincie Gelderland. En je ziet dat de arrondissementen ook veranderen. De naam Tiel wordt dan opeens genoemd, die je daarvoor niet zag. Je hebt gelijk een heel stuk geschiedenis van wat er in Nederland zich afspeelde. Ik heb dit jaar een lintje gekregen op de dag voor Koningsdag, dus dat is 28 april. Ging de bel en mijn vrouw zei, er is iemand voor je aan de deur. En ik was net allerlei rotsen aan het opruimen, mijn eigen archieven aan het opschonen. Kilo's papier naar beneden aan het brengen. En daar stond Hans Beenakker, de burgemeester, voor de deur. Ja, en dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. En ik vroeg of hij binnen wilde komen, maar dat mocht niet. Ik moest mee naar buiten. En daar werd een tafeltje opgesteld en daar kwam wat lekkers tevoorschijn. En mijn oudste zoon was erbij en nog wat mensen die ik goed ken. Ja, toen volgde daar een toespraak. En toen kreeg ik een lintje opgespeld lid in de orde van Oranje Nassau heet dat. Ja, dat is natuurlijk een hele leuke verrassing. Ik had dat nooit verwacht. En er werd inderdaad al het vrijwilligerswerk wat ik gedaan heb en nog steeds doe benoemd. Ja, en eigenlijk vind je dat dan heel gewoon dat je dat doet. En dan is het toch heel aardig dat mensen zo'n lintje voor je aanvragen. Alleen je ziet hem maar 1 dag, hè. Daarna moet hij de kast in en mag je hem niet meer dragen. Tenzij je bij de koning op bezoek gaat in pak en zo. Dus hij mag niet meer het doosje uit voorlopig. Dat is dan wel weer jammer. Ik zou het zeker aanraden aan anderen om ook vrijwilligerswerk te doen. Je ziet heel andere dingen dan waarin je gewone werk mee bezig bent. En ja, het is ook een beetje iets terugdoen aan de gemeenschap. En iedereen kan iets doen, hè?
Er is ontzettend veel vrijwilligerswerk en er wordt ook nog steeds op allerlei gebieden vrijwilligers gevraagd. Dus ik zou zeker zeggen, als je iets ziet wat je aanspreekt, meld je aan.